tijdje terug op je invalbeurt. Ik had het idee dat het niet altijd even gelukkig was, zeg maar. Goed, ik denk dat het wel meeviel. Eén duel met mijn elleboog, waardoor ik behoorlijk last van had. Voor de rest, ja, met het tegendoelpunt, dat hij via mijn noppen dan net het effect krijgt om de lange hoek in te gaan. Maar voor de rest was het naar mijn gevoel wel goed. Waarvoor ben je teruggekomen? Om met Utrecht Europees te halen. That's it. Mooie doelstelling. Dat is hem. Heb je erover getwijfeld? Waren er andere clubs waarvan je zei, misschien dat, misschien dit? Of was Utrecht vrij snel, concreet en duidelijk voor jou? Het heeft een tijdje geduurd. Om ook voor mezelf een aantal dingen op een rijtje te zetten. En toen ik dat voor elkaar had, was Utrecht de keuze geworden. Wat zijn die dingen dan? Familie. Dat heeft een belangrijk punt in mijn keuze gespeeld. Voor de rest, ja, natuurlijk dat goed gevoel wat ik hier kreeg van de club en van iedereen die een Utrecht hart heeft, dat heeft natuurlijk ook meegespeeld. Ben je dan een speler, je hoort ze wel eens zeggen, oh, dat is een speler voor de kleedkamer. Andere spelers, en Dirk Kuyt bijvoorbeeld, komt terug, speelt alle sterkhouder op het veld. Hoe moeten wij Edson Braafheid dit jaar inschatten? Ik ben teruggekomen om Europees te halen. En daar wil ik mijn steen. Vanaf het veld? Vanaf het veld, ja.